in baan 8. Ivo Roosendaal, de ploeg van Hieronymus. Baan 1 uit Eindhoven, PSV. 7. ZPC Amersfoort. 2. De Kinkel uit Degenkamp. 6. De Dolfijn Amsterdam. Op 3. De Heks. De water, vrienden uit de Zoetermeer, DBZ. Thank you.
november. Ik zeg het, kennen de Valerie van Hoog, Pennen Spiering, Elise Pennings, Stan Willemsen en Marlijn Hendriksen zijn te laat. De overmacht is een bewande dames in baan 4 VVZ. Zij besturen hem aan de leiding. En dan tweede positie voor de hele spinning. En de derde positie is er voor de dubbel. Maar kijk, in baan nummer 5, dan komen de dames van DZC weer dichterbij. Gaan we dan strijden om de kans tussen DZC en de Dolfijn hier op de terugrij. VVZ, zij gaan hier D66 op de baan strijden. Tweede plaats, zeer waarschijnlijk voor de instelling. Maar wordt het DZC op de Dolfijn van de bronzen medaille? DZC op de Dolfijn, Femke Spiering, Elise Pennings hier naar de muur. En dan is het de Dolfijn 3. Precies 1/10 verschillen de dames van elkaar hier aan het einde. Kijk eens een mooie 4-0-5-21 voor de dames van WVZ. 4-10-39 voor de hitstimming. En de derde plaats voor de Dolfijn. Als we weten dat nu de officiële uitslag in beeld verschijnt. De nieuwe Nederlands kampioenen, dames en heren, WVZ. Spannende strijd hier op het bronzen in de laatste meters.